Luc legt al wat materiaal klaar voor morgen, dan vertrekt hij opnieuw naar Troos. Hij ging er al een aantal keer puinruimen en zag dat de mensen er extra hulp konden gebruiken. Daarom besloot Luc om actie te ondernemen. Ik was in contact met de gemeente, Troos zelf, technische dienst. Ik heb daar het wagenpark gezien van de 17 voertuigen, waren er 13 verdwenen in het rampgebied, achtergebleven in de storm. Ik ben op het idee gekomen om te kijken achter een vrachtwagen. En ik heb een vrachtwagen gevonden bij mijn leverancier Nebim in Mariakerke, Volvo Trucks. Een occasievoertuig, 20 jaar. Ik heb dat direct aangekocht. Nebim heeft op zijn kosten het voertuig volledig in orde gesteld. En het voertuig is afgeleverd vorige week vrijdag aan de gemeentedienst. De gemeentedienst ging zorgen voor alle papieren, inschrijving, keuring. En ze zijn begonnen met rijden. Luc betaalde €19.500 voor de vrachtwagen en daarvan is €7.500 al terugbetaald dankzij giften. De vrachtwagen wordt nu voor allerlei karweien ingezet, maar er is nog heel veel werk. De ravage is groot. Van de 4 bruggen zijn er 3 onbruikbaar. Ik geloof dat er deze week 1 vrijgemaakt is om voetgangersverkeer over te gaan. De rest is allemaal niet meer te gebruiken. Afbraak en opnieuw bouwen. En momenteel hebben ze nog voor maanden opkuiswerk, reiniging opkuis, ongelooflijk. Momenteel zijn er 100 gezinnen zonder woning en in de omgeving zijn bijna geen woningen beschikbaar om mensen te kunnen inplaatsen. Van de 45 personeelsleden van Troos zijn er nog 20 aan het werk. De andere 25 zijn bezig met zijn zelf getroffen door de storm, door de ramp en zijn zelf bezig met hun eigen woning aan het proper maken. Extra handen zijn dus meer dan welkom. Mensen die willen helpen, kunnen contact opnemen met Luc. Die kunnen gerust contact opnemen via de mail met mij. En ik kan hun zeggen wat er nog kan gebeuren. Er is ook een speciale Facebookpagina voor Wallonië overstroming. Hulp vanuit Vlaanderen. Daar kunt u ook veel op terecht. Alles kunnen we niet doen. We kunnen veel helpen.